Yo, Jeroen van Katwijk, let's go with the flow, laat je horen! Oké. Yo, wat fijn dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video van Jeronimo Boymans dikke vette pies, zeg ik altijd. Zo ga ik voortaan denk ik de vlog starten. En ga er rustig voor zitten weer voor een spectaculaire video van Jeronimo Boymans. Tot zo meteen na de intro. Een hele mooie video. Yo! Je kijkt naar de enige echte Jeronimo Boymans. Jeronimo Boymans. Ja, ik wou even zeggen, en wat ga ik in deze video doen? Ik ga jullie wat vertellen. Ik ga vanaf vandaag samenwerken met Jeroen van Katwijk. Jeroen van Katwijk is een beetje de volkszanger van Katwijk, Zuid-Holland en Nederland. En ik ga met hem een samenwerking doen. Hij kon helaas, had hij niet meer iemand die voor hem zijn video's ging monteren. Dus vanaf nu maak ik voor hem zijn videoclips en zo. En vanaf vandaag heb ik ook al een video met hem gemonteerd en zo. Dus en ik heb daar zo meteen om 7:30 met hem afgesproken. Het is nu inmiddels 7:00. Dus ja. Ja. Wat heb je? Ik ben helemaal niet beeldzinnig. Dus dus ja. Rustig. A few moments later. Yo, wat fijn dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video van Jeronimo Boymans. Respect voor iedereen en nog wat in deze schitterende video. Altijd wel respect, dikke vette peace voor Jeronimo Boymans. Ik hoop dat jullie voor de nieuwe kijkers de intro heel erg mooi vinden. Iedereen weer bedankt voor het bijabonneren. We hebben inmiddels meer dan 411 abonnees. Blijf het ook vooral doen en natuurlijk reclame maken bij je weet zelf wat ik wil, wat ik bedoel, wat ik ook in de vorige video zei. Ik heb zo meteen om 7:00 heb ik, nee het is nu 7:00 en ik heb om 7:30 heb ik afgesproken met Jeroen van Katwijk. Dus ik ga jullie even aan de praat houden. Kijken wat ik zo meteen nog in deze schitterende mooie buurt kan doen. Want ik sta hier naast, naast het gebied van de Aztec. Van waar Kuipers of zo. Die man die de ruimte in is gegaan, die Nederlandse man. André Kuipers, maar ik weet niet of ik dat goed zeg. Een schitterend mooi gebied. Dus ik ga jullie even een rondleiding geven. Tot zometeen. A few moments later. Nou, zoals jullie zagen, dit is de Aztec inderdaad. En fuck! Hey! Wie is dat dan? Wie is dat dan? Hey! Wie zal dat zijn? Wie is dat? Wie is dat toch? Dat is onze enige echte Jeroen van Katwijk. Hallo! Jeroen! Jeronimo Boymans, hoe hallo! Is het? Ja, goed man. Stel je maar even voor. Ja, hallo volgers van Jeronimo Boymans op YouTube. Mijn naam is Jeroen van Katwijk. Ik ben een zanger uit Katwijk vandaan. Ja? En vandaag ben ik met hem samenwerking gegaan met hem. Ja? Ik heb vandaag een heel nieuwe videoclip opgenomen en het mag gemonteerd. Hij staat op YouTube. Superleuk. En we gaan zo meteen een leuk interview met elkaar vergeven. Ja, maar je had hem met je moeder opgenomen, toch? Ja, dat klopt, ja. Ja, en ik heb het natuurlijk voor je gemonteerd. Dat klopt, ja, absoluut. Ja. Oké, okay, zal ik even jouw auto even goed in beeld brengen? Ja, dat is goed. Top, ga ik nu doen, ja? Hier wat beelden van. Yo! Hallo allemaal! Hey! Ja? Mijn naam is Jeroen van Katwijk en ik ben een zanger uit Katwijk. Jullie kunnen me uiteraard ook volgen op mijn social media, op mijn Facebookpagina of Jeroen van Katwijk op mijn artiestenpagina op Facebook. Begin ik natuurlijk uiteraard te liken en op mijn Instagram natuurlijk. En jullie kunnen natuurlijk ook mijn allerbeste vriend even volgen op Jeronimo Boymans op zijn YouTube kanaal en op zijn Facebook. Want jongens, het is echt wel een top vlogger. Dankjewel man, dat waardeer ik. Box. Dikke vet hè? Goed zo. Ik ga je auto even in beeld brengen, ja? Yo! Yo. Man.
darkness can die. There's no apartness. Can't separate she and I. We're just a part of one of those secret societies. Oh, oh. Tell me, baby, baby, can you feel my E? Yo, 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 daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Hallo. Vette bak, jongen. En welke Ford is dit? Ford Focus C-Max Ghia uitvoering. De luxe auto die is. Zo, netjes. Ah. Laat je toeter maar even horen, jongen. Hey, Jeroen van Katwijk. Wat ga ik zo meteen met jou doen? Even een interview. Even een interviewtje, toch? En zo meteen nog een verrassing voor de kijkers. Ja. Dat gaan we nog niet verklappen, hè? Nee, dat is yo. Tot zo meteen, tot jongen. Zo, jongens. Yo. A few moments later. Zo, Jeroen. Hoe lang kennen wij elkaar eigenlijk al? Ik denk dat wij echt elkaar denk meer dan 5, 6... Nou, ik denk nog wel langer eigenlijk. Ik weet niet even. 2012. Ja. In de zomer van 2012. Ja, klopt. Dat is 6, 7 jaar inderdaad. Ja. Dat had jij goed, jongen. Ja. Klopt. En wat hebben wij vandaag allemaal precies gedaan? Nou ja, vandaag had ik jou, zeg maar... Ik zal eerlijk zeggen, ik heb jou een week daarvoor heb ik jou gebeld. Want ik ken je natuurlijk al sinds toen de tijd van school. Klopt. En ik belde jou en ik had iemand nodig om een videoclip te maken, maar helaas die kon niet, omdat hij te druk had en de anderen hadden geen tijd voor me. Ja. Dus toen had ik jou gevraagd bijvoorbeeld om jij de videoclip van mij kon monteren, zeg maar. Mm-hmm. En iemand anders heeft voor mij, mijn moeder heeft zeg maar de clip in elkaar voor mij of gefilmd, zeg maar. En ja. Jij hebt de videoclip voor mij gemonteerd vandaag en daar ben ik heel blij mee. Klopt. En dat vind ik, ik ben er heel erg trots op dat ik dat met jou heb mogen doen vandaag. Ja. En vanaf vandaag werken Jeroen van Katwijk en ik dan, Geronimo Boymans, samen. Ja. Op YouTube ook. En op Facebook denk ik ook, want ik heb zelf ook Facebook van Geronimo Boymans. Mm-hmm. Super leuk natuurlijk. Ja. Wat zou je misschien leuk vinden als jij jouw video gaat aankondigen? Maar die ik voor vandaag aan jou, met jou gemaakt heb, aangekondigde. Nou ja, jongens en meiden, even hij is... Rustig! A few moments later. Nou jongens, even wachten. Zo. Zo, Jeroen van Katwijk. En volgens mij hou jij wel onwijs vol van zingen. Ja. Dat sowieso. Ja, klopt. Want je bent ook zanger, logisch natuurlijk. Ja. Maar hoe lang zing je al als ik vragen mag? Ik zing vanaf 2012. Ja. Dus het eigenlijk een beetje mee begonnen. Daarvoor had ik ook al mee gezongen. Zeg, toen ik 12 jaar oud was, ging mijn tante toen de tijd ging trouwen. Mm-hmm. En ja, sindsdien vroeg ze mij, wil jij een nummer zingen van Jan Smit, Vrienden voor het Leven? Ik had er nooit van gehoord, Jan Smit. Ik was altijd fan van René Vroeger, dat weet je net zo goed als ik. Ja, dat natuurlijk. Klopt. Ja, en toen zeg maar, toen 2012 was ik jarig in die periode, 22 mm-hmm. december. Was ik 17 en kreeg van meester Johan toen ik tijdens een cd'tje met 8 geweldige liedjes erop. En toevallig stond toen de tijd dat nummer Wayne Mino schreeuwde erop. Die heb ik toen de tijd bij mijn neef toen opgenomen in zijn studiootje. Ja. We hebben er toen de tijd ook een clip van gemaakt. En sindsdien is het eigenlijk gewoon een hele grote hit eigenlijk geworden. Daar ben ik bekend mee geworden met dat nummer eigenlijk. Ja. En nu tegenwoordig ja, heb ik ook een album uit. En dat allemaal heet Ben Verliefd. Is 15 september vorig jaar uitgekomen. Er staan 14 mm-hmm. mooie nummers op vanuit 13 zelf geschreven. En dan de Mino schreeuwde door Johan misschien natuurlijk. Ja. En nu tegenwoordig schrijf ik allemaal liedjes tegenwoordig zelf. En vandaag heb ik ook een nieuwe videoclip dankzij jou en een nieuwe single uitgebracht met samenwerken met Carlo en Marion en Glenn eigenlijk. Die hebben dan voor mij de muziek gemaakt, maar mijn producties en mij eigenlijk heel eigen van mezelf, zeg maar. Nou, superman. Mm-hmm. Sowieso alvast gefeliciteerd met je dankjewel. Nieuwe gemonteerde video, wat erbij is gemonteerd natuurlijk. Ik voel ja. me helemaal vereerd. Ja. En de Mail is Kill is al meer dan 60.000 keer bekeken, toch? Ja, klopt. Kan je ja. een beetje zingen voor de kijkers? Schaam je niet, hè? Respect nee. jongens voor Jeroen van Katwijk. Zing maar een liedje. Waar de meeuw was schreeuwen, 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 waar de meeuw was schreeuwen is de strand. Baas weer een hoppo in een bergenwater, baas weer een hoppo in een bergenwater, baas weer een hoppo in een bergenwater, baas weer een hoppo weer. Wacht even jongens, voordat we verder gaan, blijf staan, ik heb ja. al een idee. Jongens, we gaan gewoon even doen. Ik laat gewoon klein stukjes van mijn album naar voren. Oké, okay, prima. Het is wel niet een originele cd. Maakt niet uit. Ik ben ook een zo, beste, doe jij je ding. Ik ga de kijkers even aan de praat houden. Vind je deze video leuk? Vergeet geen blauw duimpje om deze video te en zetten. Abonneer op en Jeroen abonneer je ook op Jeroen van Katwijk. Sowieso, dankjewel. En op mij natuurlijk, dankjewel. Jeroen van Katwijk, zijn link van naar zijn YouTube kanaal vind je onder de beschrijving. Zometeen hebben we nog een verrassing voor jullie. Sowieso. Jongens, ik laat jullie even wat leuks horen. Ja. En dat is heel erg leuk. Let's go with the flow. We gaan eventjes laten horen wat ik heb. Ja. Even wachten.
Geduld is een schone zaak, Jeroen. Want ik heb allemaal hele leuke liedjes. Weet je een leuk weekend gehad, Jeroen, jij? Voor de ik rest? Heb een heel leuk weekend gehad. Mooi. Want jij gaat morgen varen, toch? Ja, morgen ga ik lekker varen. Dus gezellig. We gaan lekker weg. Ik heb vandaag niet kunnen doen. Dus mijn ouders zijn weer lekker weg geweest. Ja. En ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Volgens mij heb ik het niet bij me. Jammer nou. Dat is jammer. Jongens, ik heb het niet bij me. Maar, maar heb je geen Bluetooth-functie in je auto? Nou, ik heb mijn telefoon, maar ja, dat klinkt denk ik niet, dat hoor ik denk ik niet via een... Nee, maar een telefoon, weet je, geluid is geluid toch, dat maakt niet uit. Dat is leuk geweest via de boxen. Ik zal de volgende keer als we... We zien zo meteen toch wel een filmpje van Jeroen van Katten. Misschien een beetje, slammuziek. Geronimo, weet je wat we doen jongens? Misschien wilde hij dat voor mij wel doen. Ja? Geronimo Boymans, mijn grote vriend kameraad. Ja? Zal voor jullie misschien even allemaal... Alle hits van mij laten horen wat ik allemaal heb gedaan. Ja, dat ga ik niet in deze video doen. Dat ga ik misschien in kleine stukjes doen. Want ik moet natuurlijk. Ja, ik bedoel, de video mag niet. Ik bedoel ongeveer een paar seconden. Ja, nou, klopt. Dit is ga kijken of ik dat. Zou je dat willen doen? Nou, dat ga ik wel doen. Eén ding. Ja? En daarnaast een verrassing sowieso. Ik vond het hartstikke leuk deze dag. Ja. Oh, ik hoor ineens vuurwerk. Ja, dat is speciaal voor ons. Hier, check deze. Vuurwerk. Nou jongens. Ziliet, even wachten hoor, Jeroen. Ik ben in die film wel vuurwerk even in beeld. Bizar, jongen. Jeroen, van harte gefeliciteerd met je nieuwe video. Nou jongens, dit vuurwerk is speciaal voor de samenwerking zijn. Hier, ik zal het nog even duidelijk in beeld brengen. Even kijken, daar gaan we hoor. Hier. Jullie zagen het denk ik niet. Hè? Dat is het ook. Lullig jongen, serieus. Hop. Kan het zijn weer omhoog. Mooi. Nou ja, zijn we weer. Het was weer kort en krachtig, maar goed. Yo, hier wat beelden, een paar kleine shotjes van een paar nummers van Jeroen van Katwijk. Zo meteen. In ieder geval. Kondig jij ze maar aan. Ja, je ziet zo meteen de eerste single waar het allemaal mee begon is. Waar de meer was schreeuwen. Dat was mijn eerste videoclip. 60.000 views, sowieso. Daarna hebben we bijvoorbeeld de Herfstblues. Dat is al een hele oude nummer, staat niet op een nieuw album, maar wel Een videoclip. Super. Toen hadden we 7 mooie jaren. Dat ja. was allemaal geschreven toen door Johan Baschier. Toen hadden we In het Café. In het Café. En daarna hadden we het nummer. Goed nadenken. Die mooie tijd met Kerst. Volgens mij ben over. Nee, Ben Verliefd, sorry. Ben Verliefd. En daarna hadden we Die mooie tijd met Kerst. En nu deze natuurlijk, uiteraard. Gelukt. Klopt. Ja, deze, dat is nog een verrassing. Hè? Hier even een paar kleine shotjes, hè. Tot zometeen. Yo. Geronimo Boymans en Jeroen van Katwijk. Yo. En al vroegen al de morgen. Gimme mij de telefoon, jouw stem die zei ik heb wel je nummer, maar ik weet niet waar je woont. We maakten toen een afspraak om elkaar iets snel te zien in dezelfde stad, dezelfde straat en dezelfde kroeg. En aan die avond wist ik zeker dat ik jou nooit meer liet gaan. Ik had nooit gedacht. En het begint het land. Dit is de tuin van het spot en een wandeling over strand. Een gure wind blaast door je haren, ogen en oren zitten vol met zand. De dagen gaan weer korter en de nachten. Die mooie tijd met kerst. Iedereen weet dat het kerstfeest is. Buiten is het koud en fris, die mooie tijd, die mooie tijd met kerst. Buiten sneeuwt het stevig door in de... Als het weekend is, dan ga ik naar het café, tot een uur of twee. Feest maar lekker mee, in het mooie café. Zing maar lekker mee. Daar waar de meeuwen schreeuwen, waar de meeuwen schreeuwen, waar de meeuwen schreeuwen is het strand. Waar de meeuwen schreeuwen, waar de meeuwen schreeuwen, waar de meeuwen schreeuwen is het strand. Was weer een hoofdbouwend, was weer een hoofdbouwend.
was weer een hoofdbal en was weer een hoofdbal. Waar ik zo veel van hou, en verliefd, het meisje met die lach. Waar ik op wacht, ben verliefd, zo verliefd. Hé, Jeroen van Katwijk, laat je horen! Lekker bezig, Jeroen van Katwijk. Waar komt toch jij? Wat deed je nou binnen, vlieg je of niet? Nee, ik heb pies. Ook Darrel, what the fuck? Jeroen van Katwijk, laat je horen! En komt toch je. Oh, ja, doe het nog maar een keer, joh. Hoe dan? Nog een keer. Stop. Nee, joh. Maakt niet uit. Dit is wel leuk als je bloopers doet. Ja, nee, maar ik blijf gewoon net zo lang doorfilmen. Dat is leuk voor de kijkers. We houden ze een beetje in spanning. Want jij gaat nu de verrassing inkorten. Ik ga dit echt niet knippen, Jeroen. Dit gaat in de video. Ja, dit is leuk. Ja, een beetje lol, man. De kijkers houden een beetje van enthousiaste mensen, hè, de vlog. Jeroen van Katwijk, wat gaan we nu doen? We gaan de... Jouw... Nieuwe single laten horen en videoclip. En dan komt die. Klopt, en die heb ik gemonteerd. Dat is diegene die ik gemonteerd heb. Ga verder. Die in me gemonteerd is Geronimo Boymans. Klopt. En hij heet natuurlijk Geniet van het Leven. Met medewerking dankzij Geronimo Boymans. De muziekproducties, die heb ik helemaal zelf gedaan. Maar met dank erbij van Carlo, Marion en Glenn. Super. En hier komt hij. Yay! Laat je horen. En veel kijkplezier met... De nieuwe single van Jeroen van Katwijk, Geniet van het Leven. Yo, tot zometeen. Yo. Iedere morgen denk ik na. Het is nu tijd om weg te gaan. Het is nu tijd om weg te gaan. Ik denk terug aan het verleden. Wat wij altijd samen deden. Leven is een feit. Het is een drukke tijd. Geniet van het leven, want het duurt maar even, het gaat zo snel. Laat de zon maar schijnen, mijn zorgen verdwijnen, dat weet ik wel. Ik loop in de duinen, hoor de vogels fluiten elke dag. Al mijn mooie dromen zijn weer uitgekomen, zie maar lach. Iedere dag denk ik terug. Iedere dag denk ik terug. Wat gaat de tijd toch zo vlug? Wat gaat de tijd toch zo vlug? Ik denk aan die mooie jaren. Ik zat vol met zoveel vragen. Geniet van de dag. Geniet van het leven, want het duurt maar even, het gaat zo snel. Laat de zon maar schijnen, mijn zorgen verdwijnen, dat weet ik wel. Ik loop in de duinen, hoor de vogels fluiten elke dag. Al mijn mooie dromen zijn weer uitgekomen, zie maar lach. Alles komt weer goed, en heb ik goede moed. Geniet van het leven, want het duurt maar even, het gaat zo snel. Laat de zon maar schijnen, mijn zorgen verdwijnen, dat weet ik wel. Ik loop in de tuinen, hoor de vogels fluiten elke dag. Al mijn mooie dromen zijn weer uitgekomen, zie mijn lach. Geniet van het leven, want het duurt maar even, het gaat zo snel. Laat de zon...
zon maar schijnen, mijn zorgen verdwijnen, dat weet ik wel. Ik loop in de duinen, hoor de vogels fluiten elke dag. Al mijn mooie dromen zijn weer uitgekomen, nu zie mijn lach. Jullie hebben gekeken naar Jeroen van Katwijk, geniet van het leven. Jeroen van Katwijk, ik zal het even duidelijk in beeld brengen. Laat je even horen, jongen. Hey! Superman. En jij mag de vlog afsluiten, jongen. Beste mensen, voor mij dan tot de volgende video. Hoi! Nou allemaal, bedankt voor het kijken naar deze geweldige vlog. Vergeet natuurlijk niet onder dit filmpje een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op Geronimo Boymans op zijn YouTube kanaal. En natuurlijk op zijn Facebook pagina en alles op het kanaal. En natuurlijk op mijn YouTube kanaal. Vergeet het niet te abonneren. En ook mij natuurlijk te volgen op Artiestenpaar op Facebook. En op Instagram, want er gaan binnenkort heel leuke tijden aankomen. Want binnenkort komt hier nog een keer een filmpje van. Dus jongens beiden, bedankt voor deze leuke uitzending. Okay. En tot de volgende keer. Yo! Hey, dag Jeroen! Hoi! Il en chante à un grand air de Gounod, des chansons d'Adamo, que dalle. Il leur fit voir des journaux de Paris.